Vandaag kopen wij de hele Fortnite Battle Pass. Want er zit zelfs Superman in deze Battle Pass. Dus laten we maar meteen de Battle Pass gaan kopen voor 950 V-Bucks. Kom op. Oh nee, weet je wat? We gaan gewoon helemaal gek doen. We gaan gewoon voor 2800 V-Bucks. Kom op. Ja. Oh my god. Wat hebben we gekregen? We hebben Chimera gekregen. Een soort van alien? Oké, met 130 battle stars. Wat moeten we daar nou weer mee? Oké, we willen meer levels kopen. We gaan gewoon letterlijk de hele battle pass kopen. 11.100 V-Bucks gaat het kosten. Oké, dat is wel heel duur. Oké, laten we het gewoon helemaal gaan kopen in 3, 2, 1. Ik vind sowieso dat jullie een duimpje omhoog moeten doen. Want dit kost me heel veel geld. Oké, we krijgen letterlijk 370 battle stars. Maar wat moeten we daarmee doen? Season 7 resource used to claim battle pass rewards. Dus dan hebben we hier de battle pass rewards. Moeten we letterlijk alles kopen? Wacht even. Moeten we letterlijk alles één voor één gaan unlocken? Met alle sterren die we hebben? Hier, we kunnen alles claimen. Claim al. Oké, we hebben letterlijk volgens mij de eerste 42 tiers al gekocht. We hebben hier een banner icon. Oh, kijk deze fishstick. Kijk hoe lief. Een fishstick backblink. Dan hebben we hier de Mercurial spray. De abduction. De Chimera's plasma pack backblink. Oké, super raar. Deze wapenrep is wel echt heel vet. Oh my god. We hebben hier 100 V-Bucks. Nou, dat is altijd welkom. Dan hebben we weer wat V-Bucks terugverdiend. Oh my god, deze is zo geweldig. Hij vliegt gewoon in een UFO. Die doen we sowieso aan. We hebben hier een loading screen. Oh, en dat was alles. Oh, dat was letterlijk alles. Dit is pagina 1 die we hebben gekocht. Dat waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 items. Oké, laten we doorgaan naar pagina 2. En natuurlijk kopen we alles. Ik bedoel, daar hebben we toch alle V-Bucks aan besteed. We hebben weer 100 V-Bucks. Daar zijn we heel blij mee. Een nieuwe wapenrep genaamd Uzi. Dan hebben we een alien emoticon. Oh my god. Ik hou echt van die aliens. Die gitaar. Een alien banner icon. Oh, wat is dit allemaal? We hebben hier nog meer V-Bucks. En een skin, de Sunny skin. Oké, die ziet er wel goed uit. Laten we... Nou, die gaan we niet aandoen. Oké, dit is alweer de tweede parada die we hebben gekocht. Hoeveel items zijn dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zijn ze allemaal 10 items? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ja, dus we hebben nog maar 20 items. Dan hebben we echt mega veel nog te gaan. Ja, we hebben echt mega veel te gaan. Kunnen we niet gewoon alles in één keer kopen? Claim al. Oké, volgens mij hebben we nu letterlijk alles geclaimd wat er nog over was. Dus we hadden de eerste 20 tiers geclaimd en nu letterlijk alles. Wat raar dat ze dat dan met die battle stars doen. Oké, we hebben een banner icon. We hebben een loading screen. Een spray. Maar die ziet er niet zo leuk uit. Die vind ik niet zo mooi. De Cluttered, Contrail, een mooie rugtas. Wat staat er allemaal op? Lucky, not alone. Nou, ik ben wel alleen, want we hebben V-Bucks. We hebben de Laser Blaze. Wat is dit? Oké, hij is heel vrolijk aan het dansen. We hebben 100 V-Bucks. We hebben een nieuwe skin. Oh nee, dit is een nieuwe skinstel voor Sunny. I don't believe in Anubis. Deze gelooft dus niet, of nou, deze vertrouwt dus niet in mensen. Maar dit is toch zelf ook een mens? Of ben jij een alien? We hebben de X2Cride muziekje. Een Fever Dream emoticon. Laten we deze skin maar gewoon lekker aan gaan doen trouwens. Dan hebben we hier de Guggy was hier. Oké, dat ziet eruit als een heel gemeen konijntje. Laten we maar snel doorgaan. Oh, wat is dit? Is dit ook een alien? En hij heeft een mes vast. Oké, daar moeten we niet mee... Oh my god. Is dit voor ballon? Dit ziet er super raar uit. Dan hebben we hier de Guggy Fission loading screen. De Chop Chop pickaxe. Die vind ik wel heel leuk. Dan hebben we nog meer. Gugmon. Banner icon weer 100 V-Bucks. Oh my god. Die skin is cool. Wow. Wow, die skin is echt vet. Sowieso voor de mensen die dit kijken, doe zeker dat duimpje omhoog. En laat ook even in de reacties weten of jij de Season 7 Battle Pass gaat halen. En zo ja, gebruik dan zeker even mijn Support the Creator code in de Fortnite Item Shop, namelijk Dennis. Dat kan je gewoon invoeren. En laat ook even weten of jij de Battle Pass niet mag kopen. Want misschien geef ik één van jullie wel een Battle Pass. Laten we meteen doorgaan. We hebben hier de katana's. We hebben hier nog een loading screen. De Inside Out spray. Nou, dat vind ik allemaal niet zo leuk. De Zip Flip Vapor Wrap. Hier weer banner icon. V-Bucks. Die V-Bucks zijn wel leuk. Galactic Pack Backlink. Nou, laten we die maar aandoen. De Inversion. Oh, dit ziet er mega raar uit, maar wel heel cool. En dan hebben we een nieuwe skin. Hij heet Joey. Jeetje, wat een tattoos. Ik weet niet of we met jou gaan spelen. Ik vind tot nu toe deze skin het leukst. Oké, leuke emote. En we hebben een Meowsicles, een babykat. Kijk nou, hoe schattig die is. Maar ik wil een eendje in de Battle Pass. Zit er nou geen enkel eendje in hier? We hebben de Beamers Wapen Wrap, weer 100 V-Bucks. De Galactic Pack, de Kitana's, de Unzipped. Emote, wat doet hij dan?
Wat? Van een man opeens naar een vrouw met één rit. Oké, dit is... Maar is dit dan geen Joey? Misschien heet ze wel gewoon Joella in plaats van Joey. Het is dus een zij in plaats van een hij. Oké, heel, heel apart, die skin. Dat had ik echt niet verwacht. Wow, deze glider is raar. Nee, dan ga ik niet mee vliegen, want dat vind ik veel sterk. We hebben hier Ziggy Wapenrap. We hebben hier Banner. Banner, V-Bucks bedoel ik. En V-Bucks vind ik wel leuk, want dan krijgen we weer V-Bucks terug. Choppy! Hebben we nou een alien aan ons hoofd zitten? Of waar is ons hoofd überhaupt? Waarom hebben we geen hoofd op deze skin? Nou, laten we maar snel doorgaan. We hebben hier de Zig outfit. Oké, dit is een hele aparte skin. Echt een robot gewoon. Dan hebben we hier nog de Eetbal Janky. Wat allemaal van die dieren die eerst skins waren. Dat is best wel leuk. Weer V-Bucks, pickaxe, V-Bucks. Oeh, we hebben hier een nieuwe skin. Ik zie een nieuwe skin. De Dr. Sloan. Wow, die is wel vet. Het is wel een vette skin. Wow, oké, die gaan we aandoen. Dan hebben we hier de Imagined Edge. Een koe. 100 V-Bucks. Weer muziekje. Oh, een kickback emote. Ja, lekker op je stoeltje. Heerlijk zonne. Dan hebben we hier de Kettle Royale. 100 V-Bucks weer. De Zig skin. Tot nu toe vind ik de skins niet heel mooi, maar ja, er kunnen beter in. Ik weet niet of dit mijn geld waard was. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je het zielig voor me vindt. Want het heeft me heel veel geld gekost. We hebben hier weer een nieuwe stijl voor de skin. En hier trouwens ook. Wow, die is wel vet. De body battlesuit. Oké, en dan hebben we hier. Dit is het ponytail. Dit heeft dus, te maken met de IO cards of zo die in de map waren. Dan hebben we hier. Oh, Rick. Rick en Morty. Dan hebben we weer 100 V-Bucks. De emote, de Rick Dance. Oh, ik hoor geen muziekje. Misschien is dat gecopyright. Oké, dit is dus van Rick en Morty, dat dansje. Van Rick. Die is wel super vet. Dan hebben we hier een Hammerhead. Oftewel Morty, de pickaxe. Kijk nou. Dan hebben we hier de Interstellar Rick. Dan hebben we hier nog een Rick's UFO. Oh mijn god, we hebben onze eigen UFO. Die doen we zeker aan. Rick's Portaal Wapenrap. We hebben gewoon een eigen robot. We hebben gewoon onze eigen robot ook nog. Met boter. Waarom heeft die boter? Oké, en als laatste hebben we Rick. Rick is de tier 100 skin. Maar wij willen Superman. Waar is Superman? Is dat de geheime skin die we dit seizoen kunnen unlocken? Superman coming soon. Dit is dus de Superman skin die binnenkort ook komt. Oké, en die willen we sowieso hebben. Maar moet je nou kijken. Dat is toch vet. Ik dacht eigenlijk dat Superman in de Battle Pass zou zitten. Nou ja, zit hij ook, maar we kunnen hem pas later krijgen. Niet nu al, pas in 65 dagen. Oh, dat is de emote. De skin ook in 65. Oh nee. Hier heb je nog meer skin-stijlen van Superman. Dan heb je hier ook nog een donkere variant. Wow, die is wel cool hoor. Ik snap alleen niet waarom ze niet Superman als tier 100 skin hebben gemaakt. Dat was veel mooier geweest. Maar we hebben letterlijk een volledige tier 100 gekocht, jongens. En als jullie ook de Battle Pass gaan kopen, waar is de tier 100? Kijk hier. Tier 100 skin. Oh my god. En dit is trouwens de lobby. Dit is de lobby van seizoen 7. Oh my god. Even plos. Maar als je ook de Battle Pass gaat kopen, vergeet dan zeker niet om naar de itemshop te gaan en een code in te voeren van je favoriete YouTuber. Dat kan van mij zijn, dus bijvoorbeeld de code Dennis, maar dat kan ook van iemand anders zijn. Vul hem in ieder geval in, want daar help je iemand heel erg mee. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. En dan check ik jullie bij de volgende video weer. Later.